staan op de Jaap Edendreef. Vlak voor de enorme gevelposter die we daar vorige week hebben laten hangen. Jaap Eden staat erop. Dat is eigenlijk de man naar wie onze straat vernoemd is. De Jaap Edendreef. Eigenlijk is hij daar niet zelf aan het schaatsen. Maar er is iemand aan het schaatsen op dat doek. En wat voor afmeting heeft dit doek nu? 10 bij 15 meter. Ja. Dat is enorm groot. En ze hangen helemaal bovenaan op de flat, zeg maar. Dus je ziet het al van verre. Vanaf de snelweg kan je het doek al zien eigenlijk. Nou, als bestuur van de Vereniging van Eigenaren willen wij de leefbaarheid in en om de flat een beetje verbeteren eigenlijk. Toen lazen wij in het Dreefnieuws over een geveldoekenproject aan de Carnegie Dreef. Daar hebben ze 8 hele grote foto's opgehangen. En nou, dat sprak ons gelijk aan. Dus wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar de manier waarop wij dat ook op onze flat konden hangen. En het resultaat is eigenlijk dat onze flat er veel mooier uitziet nu. Nou, we hebben contact gezocht met het ontwerpbureau wat al eerder van dit soort projecten heeft begeleid. We hebben ze de opdracht eigenlijk meegegeven van joh, we willen iets met de Jaap Eden gaan doen. En op basis daarvan hebben ze een aantal ontwerpen gemaakt. Die hebben wij in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars voorgelegd. En uiteindelijk hebben de bewoners uit 4 ontwerpen kunnen stemmen. En daar hangen er 2 van nu aan de flat. We hebben een fotograaf geselecteerd. En die hebben vervolgens voorgelegd aan de bewoners van de Jaap Edendreef. En die hebben uiteindelijk ook gekozen welke foto dat zou worden. En wij hebben daar uiteindelijk een uitsnede op gemaakt. Maar het gaat dus echt om het hele traject dat je samen met bewoners iets doet voor de wijk. En dat de bewoners dus ook iets te zeggen hebben over hun eigen leefomgeving. Want vaak worden beslissingen gemaakt, maar de eigenlijke bewoners worden niet gehoord. En daar willen wij veranderingen in brengen. Dit is voor het grootste deel eigenlijk door de gemeente Utrecht gefinancierd. Het komt allemaal uit het leefbaarheidsbudget. Daar zijn dus ook erg blij mee. We hebben gewoon de stoute schoenen aangetrokken en een aanvraag ingediend. En het heeft gewerkt. Want ik woon hier sinds 1,5 jaar. En ik vind eigenlijk dat ik hier prima woon. En wij proberen dus als bestuur in en om onze flat zelf wat meer uitstraling te geven. En in het voorjaar willen we aan de slag met een groencommissie. We willen het groen om de flat aanpakken. Met bewoners gaan tuinieren ook echt, nieuwe fietsenrekken, dat soort dingen plaatsen. En ook weer in samenwerking met de gemeente. Wie is het opgehangen? Dat is een hele goede vraag. Ik heb een meneer gezien in een bakje en die hing er ergens boven. Maar wie het was, het is allemaal via hikontwerpers gegaan. Zij hebben dat geregeld. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag zijn ze bezig geweest. Het eerste doek hing woensdag en het tweede doek hing vrijdag. En het was wel heel gaaf om het voor het eerst bij daglicht te zien. Dus ja. Het is natuurlijk zo, mensen gaan, omdat fotografie is een heel universele manier van kunst eigenlijk. En mensen komen daardoor met elkaar in contact, of ze het nou mooi of lelijk vinden. Maar ze gaan er wel over praten, van nou, ik wil ook wel zo'n foto. En dat is dus ook gebeurd bij een aantal bewonerscommissies. En ja, we hopen dat er nog vele zullen volgen.